is niet als een feest begonnen het seizoen. Worden jullie dan een feest? Nieuw duo? Nou, niet echt meer. Het is natuurlijk niet leuk. Maar aan de andere kant weet je ook hoe het werkt in voetbal. Dat je vaak rustig moet blijven. En juist in fases als het minder gaat, is dat het moeilijkste natuurlijk. Want we willen allemaal zo graag. Maar echt nerveus zijn we nog niet geweest, denk ik. Ja, Jan, debuut als trainer was geen lekkere start. Jullie met twee, laten we eerlijk zijn. Nou, qua resultaat? Qua punten niet. Maar wij zagen wel binnen een aantal weken dat het voetbal allemaal wat beter werd. En vandaar ook dat er niet zoveel reden was om nerveus te worden. Wat voor duo zijn jullie? Kom voor het duo, hoor. Het duo. Ik kan je niet vertellen wat voor apart duo wij zijn. Wij zijn denk ik niet apart. Het enige, tenminste het enige wat wij wel hebben is dat we wij elkaar perfect aanvoelen. En dat vind ik het allerbelangrijkste, je manier van denken over voetbal en waar je naartoe wil. En dat je, wat ik met name dan erg belangrijk vind, is dat hij een hele duidelijke mening heeft. En die is niet altijd hetzelfde dan ik zelf. Hè. Als Ronald de opstelling klaar heeft, of tenminste jullie praten er samen over. Hij zegt, en Ronald wil gaan spelen met deze elf en je hebt twee anderen in je hoofd. Dan zeg je van, Ronald, ik sta er niet achter. Nou, zo, je gaat steeds harder lopen, hè, want je wil gaan trainen. Ja, dat kost gewoon geld weer. Ja, dit kraai. Nou, het praat voor 7. Zeg maar, dat hebben wij nooit. Voordat, voordat de opstelling eigenlijk klaar is, is er in principe al overleg geweest. Ja. Overleg geweest. Maar het is natuurlijk wel zo dat als er een meningsverschil is, dat Ronald degene is die dat gewoon beslist. Kijk, wij overleggen en we komen er altijd uit. Wat is zijn slechtste karaktereigenschap, Ronald? Dat is ook zijn beste eigenschap. En dat is? Het is niet kunnen verliezen. Het wordt nou een beetje hectisch. Gewoon dat wij moeten gaan trainen. Nee. Want ik heb zometeen na de training iets over paarden. Oh, is goed. Heb ik een vraag over maar paarden. Dan denk ik dat je iemand anders moet halen. Ja, want wij hebben geen verstand van paarden. Waarom kom je met paarden aan? Ja. Ja, ik heb zometeen iets leuks over paarden. Ja. We hebben er altijd een gimmick in my life. Er zit altijd iets geks in. Ja. Ik heb zoiets met paarden. Maar hoe moeten we dat? Want, ik ben benieuwd. Wij willen best wel de strijd aangaan en veel strijd, dat lijkt me vrij logisch, maar we willen dat wel met een bepaald voetbalidee onderbouwen. Ja, en dat daar strijd bij komt, ja, dat hoort een beetje bij het voetbal. Maar de tijd dat Van Loen iemand zomaar een elleboog geeft, die is voorbij hoor. Dat vind ik zinloos. Ja, maar dat streef ik ook niet naar. Nee. Daar kom ik ook niet voor. Nee. Nou, jullie daar zal ik ook op wijzen dat hij dat niet doet. Ja. Mag ik hem nog één keer laten zien, anders niet doen? Nee, dat laten we hem niet zien, joh. Die Gascoigne heeft al genoeg ellende aan zijn kop, of niet? Maar een training, jongens. Ja. Heb jij wel een stukje ergerd aan het niveau? Nee. Niet? Nee. Laat je spelen wel, hè? Nee, niet aan het niveau, maar gewoon aan dingen die de fout gingen of zo. Maar dat gewoon niet dat erg het goede woord is. Ik wilde gewoon dat alles goed verliep. En dat wil ik nu ook graag. Dus ik geloof niet dat erg het goede woord is. Het enige, als ik dan toch een partijtje meedoe, is dan dat de scheidsrechter wel eens wat minder fluit. Ja, is dat zo? Oh, we hebben wel eens een oneenigheidje over dat soort dingen. Jan heeft 3 ballen getrapt. Normaal hoor ik, maar die Jan doet mee en is de beste. En, Maar vandaag de dag niet voor. Was vandaag de dag niet voor? Dat heb je wel eens. Het was wel de dag van de ballenjongen bij jullie, hè? Hoe heet die ballenjongen? Rinus. Rinus, dat is ongelooflijk, hè? Ja, ik weet niet hoe lang die al loopt, maar dat is inderdaad wel een beetje ongelooflijk.
Hij heeft vandaag 86 balcontacten gehad. En Ronald, Jan, ik heb hier in mijn binnenzak wat geld van jullie hoofdsponsor. Ik zal zijn naam niet noemen. Je mag nog één speler kopen. Je mag hem wel noemen hoor. Ja, ja, ik mag hem wel noemen. Je mag nog één speler kopen jullie. Wat voor een type moet dat zijn? Nou, als we dan met dat geld van Fortis een speler moeten kopen, Amef, dan... Dan moet dat iemand zijn die kan verdedigen, die opbouwend aanvallend taken doen. Hij moet de hele kant kunnen bestrijken, een voorzet kunnen geven. Goede voorzet kunnen geven. Ja. En dan moeten die spitsen er zeker ook nog wat mee kunnen doen. Nou, als je hem dan nog een klein beetje voor de goal krijgt, waar die twee van ons staan, dan heb je kans dat we het wel aardig vinden. Dus het moet eigenlijk een modern, uitgebalanceerd renpaard zijn. Ja, ik denk dat je het zelf wel aardig voor met een beetje techniek. Ja, ja. Nou, ik ben blij dat je het zegt, Jan. Ik heb hem gevonden. Kijk maar mee. Ik ben benieuwd. We gaan kijken.